Op vrijdag 24 april haalden Shirley Westhoff en Ingrid Biemans voor de eerste keer bloemen op bij een lokale bloemist. Vervolgens werden die bezorgd bij eenzame mensen in Laarbeek of anderen die het kunnen gebruiken. Daaraan voorafgaand werden donaties ingezameld. We willen eigenlijk bloemen gaan rondbrengen bij mensen die het hard nodig hebben in deze tijd. Dus die echt gewoon alleen maar binnen zitten thuis en verder niemand om zich heen hebben nu. En die willen opvrolijken met een bloemetje. Dus je kunt heel Laarbeek in feite wel afgaan, want ja, we zitten bijna allemaal thuis. Dus dan heb je heel veel bloemetjes nodig. Ja, dat klopt. Maar er is nog wel een verschil tussen mensen die wel nog eventjes naar de winkel kunnen. Of nog eventjes kunnen gaan wandelen of fietsen. En sommige mensen die kunnen echt totaal niks nu. Dus het is wel een verschil. We hebben eigenlijk een link gemaakt waar mensen zelf hun donatie op kunnen doen. Dus de bedragen variëren echt van 2,50 naar €25. En we hebben ook een oproep geplaatst. Als mensen misschien adressen hebben van mensen waar wij langs mogen gaan, dat ze die door kunnen sturen. En wij hebben ook in contact met de LEF-groep adressen doorgekregen waar wij vandaag langs gaan. Iemand heeft u opgegeven voor de bloemenactie. U verdient een bloemetje. Dus deze heeft u gekregen namens een hele hoop inwoners in Laarbeek. En de vier seizoenen. En de vier seizoenen. Goed. Komt goed uit. Geweldig. Komt goed uit. Dus je gaat nu genieten van het bloemetje. Tuurlijk. En hopelijk dat de corona ontzettend snel voorbij is. Hè? Dat hopen we allemaal, hè? Want het duurt al te lang, hè? Dat is niet leuk. En mijn dochter, die zit op Aruba, die kan niet naar huis. Hoe heeft u dan nog contact met uw dochter? Op welke manier? Via de Skype? Daar ben ik nou aan het leren. Maar dat is wel heel erg moeilijk. Laten we hopen dat het bloemetje wat verlichting brengt in deze moeilijke tijden, mevrouw Verkessel. Ja, zeker weten. Dankjewel. Dankjewel. Is u opgegeven? Had u een bloemetje verdiend in deze tijd? Dankjewel. Dus alsjeblieft, bij deze. Dankjewel. Is dat leuk?